staart naar de tafel kleed. Moeder, kijk. Oud-Kastriekum, wat kan je ons daarover vertellen? Nou, ik kan vertellen dat dan op 16 mei 1967 de eerste mensen Oud-Kastriekum hebben opgericht. Dus 50 jaar geleden is Oud-Kastriekum als vereniging, als stichting van start gegaan. Daarmee willen we dit jaar 2017 het vieren dat we zo lang al een actieve werkgroep zijn. En dit jaar gaan we dat op verschillende plaatsen in Kastriekum verzorgen. En wat houdt Oud-Kastriekum precies in? Wat voor documentaties brengen ze allemaal naar voren? Nou, wij hebben al een hele geschiedenis met het uitbrengen van verslagen. Elk jaar brengen wij een jaarboek uit en dat verspreiden we over de 1200 donateurs die wij inmiddels hebben. We hopen dat dat er nog meer worden. En met de inkomsten van de jaarboeken en het eigen gebouw waar we tentoonstellingen in organiseren. Elke eerste zondag van de maand wordt er een tentoonstelling geopend en gepresenteerd. En daarmee laten we de mensen zien wat er zoal in de loop van de geschiedenis in Kastriekum heeft afgespeeld. Kan je nog herinneren in 1967 wat er toen gebeurde? Het is 50 jaar geleden, wel een hele tijd terug, maar weet je daar nog iets van? Ik ben zelf opgegroeid in Beverwijk, dus dat is mijn referentie. En in Beverwijk is het zo dat daar, ik me nog herinner dat we dan van zwart-wit tv naar de etalages keken waar kleuren tv's in de etalage stonden. En daar zagen we voor het eerst televisie in kleur. Geweldig vonden we dat. Ik herinner me ook dat dan Willem-Alexander geboren is. Maar dat is pas 27 april van 67 geweest. En dat zijn al. En ik hoorde ook nog Che Guevara is overleden. En dat waren toen onderwerpen die meer dan in het nieuws kwamen. 50 jaar perspectief, dat is een halve eeuw. Wat hebben jullie in die 50 jaar allemaal kunnen realiseren? Nou, perspectief is begonnen als een creatieve vereniging. Met ook nog jeugdgroepen. En dat is eigenlijk een hele bloeiende vereniging geworden. Ik weet eigenlijk alleen maar iets van de laatste 10 jaar. Maar 25 jaar geleden hebben we deze school gekregen. Deze oude Duinrandschool. En ik denk dat het, als je naar creatieve verenigingen gaat kijken, een van de mooiste faciliteiten is die er zijn. Wij hebben ongeveer 250 leden. 18 dagdelen iedere week zijn hier mensen aan het schilderen, aan het kleien, beeldhouwen, etsen. Gemiddelde leeftijd 70. Een kwart van de leden is ouder dan 75. Dus voor hun is het ook, denk ik, een heel belangrijk deel van hun sociale leven. Zoals dat gaat. Dus ik vind dat wij een fantastische groep hebben. Ja. En we zijn ook nog heel goedkoop ook. De schilderijen en de beeldhouwwerken. Wat doen jullie ermee? Is dat voor eigen gebruik of wordt het ook verkocht in tentoonstellingen? Iedereen brengt zijn eigen materiaal, maakt zijn eigen schilderijen. Al onze groepen hebben een professionele kunstenaar als begeleider. Maar als je dus een model tekent, dan neem je het werk mee naar huis. En we hebben één of twee keer per jaar tentoonstellingen van de hele groep. De betere individuele deelnemers hebben ook veel individuele tentoonstellingen overal in de omgeving. En daar wordt wel verkocht. Maar het verkopen is niet het doel, want dan zou heel Kastriekum al vol hangen met de schilderijen die hier gemaakt zijn. Dus we hebben ook een soort continue expositie eigenlijk.